Dat je gewoon niet meer verder wil. Zoveel pijn in de Ja. mond. En dan niet naar de tandarts gaan. Nee. Waarom niet? De kosten. Dan maar. Ja, ze studeren allebei nog. Ja. Dat je er niet meer van kan slapen. Van de pijn. Ja. Dan weet je wel van, hè, als ik het uitstel, dan wordt het alleen maar erger. Maar het geld, dat is gewoon het grootste probleem. Want je wilt niet nog meer. Ik heb twee kinderen, die willen ook naar school, die willen ook studeren, die willen ook een keer kleding kopen of wat dan ook. Het liefst eet ik brood of wat soep of wat dan ook, allemaal zachte dingen. En soms dan neem je alleen maar bouillon, omdat alles zo, en dat laat je dan een beetje afkoelen, want heet kan niet, te koud kan niet. En zo ben je dan, zo kom je de dag door. Dat is een schenk uit de hemel, ja. Dat is echt een geschenk uit de hemel. Je gaat het pas, denk ik, een beetje realiseren als er echt wat, dat er echt wat aan gaat gebeuren. En dat je echt weer kan kauwen. Dat je eet en dat je denkt van jeetje, ik heb daar geen last meer. Daar zitten nu onderdelen, daar kan ik nu eindelijk weer kauwen.